Yo, mensen van de Staafd Games, de King 77 al hier op Oudejaarsdag. Dat betekent dat morgen is het alweer 2014. De gameplay die je hier ziet is Call of Duty Ghost Next Gen op de PlayStation 4 met de M-Tark Extended Max en een silencer. En ik speel hier regular domination. Dus 60-60 zou verwachten als je Sovereign ziet en je weet, oh de King, nou dat zal Ground War zijn met PlayStation 4, bla bla bla. Maar nee, ik speel hier met Erik Exodus, hoe heet die Exodus? Ja, en zoiets. Beetje aparte gamertag, aardige jongen. En met X-Mysterious, een hele goede subscriber die al heel lang met me wil gamen. En uiteindelijk is het hem gelukt om gisteravond een paar potjes te spelen. Nou, een paar. We hebben echt 2 uur langs te gamen of zo. En dan is dit gewoon op dat moment mijn beste gameplay die ik dan gehaald heb. Dus eigenlijk was het een slechte avond. Nou, ik had al een goed potje, maar dat is Strike Zone. Ik, nou, dat is ook niet leuk om weer te uploaden. Ik, nou, weet je wat. Dit had ik bewaard. Ik denk, ik gooi deze gewoon lekker online voor mijn oudejaarsdag video op Dus David Games. Waarom niet? Regular domination dus. Waarom deden dat? Nou, als we Ground War speelden, dan kregen we gewoon vaak 10 deathmatch. En we hadden gewoon wat lag voor ons gevoel. Ik weet niet hoe het kan. Misschien dat er gewoon meer mensen nu online zijn op de PlayStation 4 door de Christmas noobs die erbij gekomen zijn. En voor het gevoel, gingen we gewoon maar liever regular spelen. Ook dat we gewoon lekker Strike Zone en Warhawk kregen. Maar ja, er werd al veel gecampt op Warhawk. En dat begrijp ik nog steeds niet. Best een leuke map. En die wordt helemaal verpest door de campers en de raamglitches en de EIDs die ze achter zich neerleggen. Als ze uit het raampje lopen te gluren richting B. En dan leggen ze achter hun een EAD. En dan kan je zeggen, ja, dan kan je sit-down spelen en zo. Maar ja, je moet je helemaal aanpassen aan je tegenstanders. Want je af en toe helemaal jack van de Sovereign. Hele vette map, zoals jullie weten. Een van mijn favoriete maps, ja. Sowieso met Ground Wars, echt fantastisch. Dit is dan een regular, daar is het gewoon wat saaier. Maar deze match toevallig niet. Hier ging je gewoon de tegenstanders lekker volledig voor de winst. We kwamen ook achter en we komen aan het einde helemaal terug. En ja, je zal zelf zien of we nou winnen of verliezen. Maar ik heb hier specialist nog steeds, geloof ik. Maar ik kan je wel alvast vermelden, ik haal geen campstrike. Het zat er gisteren gewoon niet in, op een of andere manier. We waren ook weer lekker aan het klagen. Dat is gewoon leuk als je speelt. Je merkt kijk dit soort devs. En dan zie je, voor mij was dit een lager. Dit is niet die lager. Dat is een ander potje. Dan ging ik dood door. Dat was niet deze. Nee. Dat is een ander potje. Dat was op Ground War dus. Toen ging ik dood. Omdat iemand teleporteerde gewoon heen en weer. 5 à 8 meter denk ik zoiets. Dus iedereen ging zo. Was ook een specialist. Dat was bijna dezelfde dev aan dezelfde kant. Alleen dat was dus een ander potje. Dat was niet dit potje. Want dit was gewoon een normale dev zag ik. Dit was gewoon het stomme van mij. Om met een SMG zo'n duel aan te gaan. Met iemand die eigenlijk te ver weg staat voor je. Met een AK en het, dan vraag je om ellende. En dat deed ik dus hier ook. En dan ga je dood. En dat is dan je eigen schuld. Oké, genoeg over de game. Waar ik met jullie over wil praten. Of ik tenminste, ik praat tegen jullie. Luister gewoon naar mij natuurlijk. Naar mijn zoele Barry White stem. Want ik ben de King 77 al 36 jaar. En waar ik over praat is over 2013. Hoe was 2013 als gamejaar? Ik vond het heel slecht. En dat komt mede door de overlapping van current gen naar next gen. Ik denk dat het grootste probleem is. Met name in games als Call of Duty Ghost, die gewoon op current gen absoluut een totale flop is. Datzelfde kan gezegd worden over bijvoorbeeld FIFA, FIFA 14. Ik zelf heb het even gespeeld op school met dat gast en zo. Ik heb het niet heel veel gespeeld, maar ik bedoel, ik kan wel oordelen, begrijpen wat de FIFA pro's dus echt ervan vinden. Ook, dat is ook gewoon niet helemaal wat het was. Op Next Gen schijnt wel vet te zijn. Ik krijg hem als het goed is van EA opgestuurd. Dus kan ik hem zelf gaan testen. Misschien ga ik toch wel uploaden. Kijk wat ik mee ga doen. Ik denk het wel. Ik ga het wel uploaden. Toen krijg ik gewoon niet zo opgestuurd natuurlijk. Maar FIFA dus. Battlefield 4. Ook een port natuurlijk gewoon. Werd heel veel verwacht. Nou, op current gen geflopt. Heel simpel gezegd. En op Next Gen beter. Maar nog steeds niet perfect. En het is denk ik gewoon omdat de makers het ook moeilijk vonden om nou echt een keuze te maken. Gaan wij een game nou echt gewoon volledig next gen maken en dan opnieuw moeten maken eigenlijk voor current gen? Of gaan we gewoon een current gen versie maken? Die pimpen we iets dat die voor de next gen next gen is. Terwijl het dan ook niet echt is misschien. Maar dat is denk ik een moeilijke keuze, een moeilijke afweging om te maken als game developer. Om het zo maar te zeggen. En ik denk dat een beetje het probleem geweest in 2013. Het is gewoon lastig om de top games voor de next gen. Deze jongen heeft ook druk bij die printer hier. Die moet denk ik veel kopiëren. Ik denk, nou, ik heb geen zin om te wachten. En mijn pasje ben ik ook nog kwijt. Ik ga hier maar wachten tot er iemand komt met een pasje, denk ik maar. Zal. Het is gewoon een lastig jaar wat dat betreft. Kijk, volgend jaar komt de Division. Watch Dogs is verplaatst natuurlijk. Kijk, je hebt ook bijvoorbeeld gewoon Assassin's Creed, zeg je wel.
Assassin's Creed 4 Black Flag. Nou, dat is ook gewoon hetzelfde probleem. Hij is wel heel leuk op zich. Current gen. Nee, ik heb gewacht expres op next gen. Ik heb hem er niet binnen. Maar dan ga ik hem pas echt spelen. Want dat is toch net even wat mooier en zo. Maar het is ook een game die natuurlijk gewoon niet echt next gen is. Het is gewoon een port. Hij is wat gepimpt. En het is next gen, noemen ze het meteen. Maar een echte next gen game is natuurlijk gewoon bijvoorbeeld The Division en zo. Die echt gewoon... pas over drie kwart jaar komt ook pas. Hè, in het derde of zelfs misschien pas het vierde kwartaal van 2014. En dat zal echt een next-gen game zijn. Qua graphics, qua engine, qua sound, qua alles. Dat echt gewoon een totale next-gen uitstraling heeft. En dat is natuurlijk ook gewoon moeilijk op dit moment. Voor alle grote makers. Voor EA, Activision, Ubisoft. Voor de producenten van games. En dat. Maar ja, die gasten hebben ook twijfels over releases. Hoe moeten we dat dan precies aankleden? Het overlappingsjaar is altijd lastig. 2013 was zo'n jaar. Maar daardoor is het wel echt een geflopt jaar. Want voor mij dan als shooterspeler... was natuurlijk al Black Ops 2, hè, is mijn mening, dan vond ik niet leuk. Dus dan had ik al moest ik op de volgende COD wachten. En die is dan misschien op current gen zeker eigenlijk nog meer geflopt dan Black Ops 2. En dat is natuurlijk niet zo lekker. En over shooters gesproken, ik ben een gamer. Mensen weten, mensen die mij al kennen voor mijn YouTube-tijd, of gewoon die ook al begin van mijn YouTube-tijd weten, die weten van, ik ben niet gewoon een Call of Duty-speler alleen. Maar dat denk ik van mensen. Ik ben begonnen met YouTube met Call of Duty. Dat is zeker zo. Maar ik ben gewoon een gamer. Als je wist hoeveel games ik gespeeld heb. Ik heb ook gewoon op de PlayStation 3 Uncharted 1, 2 en 3. Dat kunnen mensen zien die me nou op PlayStation toegevoegd uitgespeeld. Ik heb zelfs 1 en 2 helemaal Platinum gehaald. Ik heb Ratchet & Clank vroeger gespeeld. Ik heb Jak & Daxter serie gespeeld. Ik heb gewoon Deus Ex heb ik gespeeld. Ik heb de Bioshock games gespeeld. Ik heb van The Darkness gespeeld. Ik heb van alles gespeeld. Allerlei soorten games. Gears of War is ik heel erg fan van natuurlijk. Ik ben gewoon een gamer en ik wil de fun weer terugkrijgen in het gamen. Dat is voor mij ook wel een van de redenen waarom ik gewoon besloten dit jaar... en ook kort in overleg geweest ben met David hierover vorige week. Van, ik ga het toch weer anders aanpakken op mijn kanaal. Ik wil gewoon, als jullie mij zien gamen, mensen, dan moet ik gewoon fun uitstralen. Ik moet niet iets spelen wat ik denk, nou ja, ik ben me eigenlijk alleen maar aan het irriteren. Dat betekent, ik vind Ghost leuk op Next Gen, maar omdat alleen maar... te uploaden op mijn kanaal vind ik ook niet leuk. Dan DDG. Battlefield kan je dan pakken. Dat is een shooter. Maar waarom altijd shooters? Ik vind het ook leuk om bijvoorbeeld op mijn kanaal zo populair nu. Super Meat Boy. Dat ga ik ook lekker gewoon spelen. Super Meat Boy. Dat is super leuk. Arcade games. Ik ben The Walking Dead aan het doen op mijn eigen kanaal. Nu. Ik ga gewoon lekker fun hebben. En het meest verrassende is nog wel. Ik ga dus Minecraft doen. Wat ik al vertelde in de vorige video. Ik ga lekker Minecraft uploaden. En... dan zullen heel veel mensen zeggen, ah, geld wel of commercieel, goed, veel views, ga je dat ook doen? Ja, misschien ook wel, hè? Ben ik eerlijk in. Misschien is dat ook wel een voordeel. Het is leuk natuurlijk als je video's bekeken worden, als je veel likes hebt. Tuurlijk is dat leuk. En het leeft heel erg nog steeds, Minecraft. Waarom zou ik het dan niet doen? Maar het is meer de reden, de mensen die mij ook gevolgd hebben op Minecraft. Ik ben er toen mee begonnen. Ik was een noob erin en dat vonden ook mensen ook leuk om te zien. Maar ook Dark Water, daar heb ik toen, was ik een beetje de regisseur en de bedenker van het script. En ik heb geholpen met bouwen en ik vond het gewoon leuk om heel te bedenken. Zoiets ga ik ook weer doen. David en ik gaan kijken wat ik precies op ga zetten. Maar het zal... ook een soort verhaallijn iets gaan worden misschien wat ik ga doen. Hè? Een soort kingdom, alleen natuurlijk wel anders. Weer op mijn eigen manier. En dan zal David achter schermen ook mee helpen. En we willen gewoon iets groots ook opzetten. Want ik wil dat, ik kan dat. Daar kan ik mijn creativiteit in kwijt. Wat ik nu even niet kwijt kan in Call of Duty of in shooters in het algemeen. En dat wil ik gewoon even aan jullie kwijt. Dat jullie weten, er gaat best wel wat veranderen voor mij in 2014. Dat is eigenlijk mijn Switch. Ik ga dan nog veel meer andere games uploaden op mijn kanaal. En dat zal van alles zijn. En ik doe het allemaal op eigen manier. Zoals u weet, die mensen die mij volgen met mijn Let's Plays. Ik zal proberen zoveel mogelijk series die ik start ook af te maken. Want ja, ik weet, daar hebben we heel veel hebben. David heb ook heel veel series die ik niet afgemaakt heb. Vincent heb ze bijvoorbeeld. Iedereen maakt series niet af. Omdat je op een gegeven moment een game hebt en die speelt wel lang. Hij is populair. Op een gegeven moment heb je een paar weken niet opgenomen. Dan heb je er geen zin meer in om erin te komen. Dat is lastig. Maar ja, ik heb iets van 25 series totaal gestart en ik heb er 4 of 5 niet afgemaakt. Dus eigenlijk is het maar 1 of 5, dat valt wel mee. Maar het is gewoon soms lastig om je serie af te maken. Maar dat ga ik zoveel mogelijk wel gewoon doen natuurlijk. Dat het ook leuk is voor jullie om aan het einde toe te werken. Nou, ik wens iedereen vast een prettige jaarwisseling vanavond. Pas echt op met vuurwerk, levensgevaarlijk. In 2014 gaan we ze alle lekker knallen, maar ook lekker gewoon creatieve games doen en van alles. En ken je mij nog niet, kijk even op mijn kanaal rond en kijk vooral Super Meat Boy, dat soort series. En The Walking Dead die ik nu doe. En natuurlijk gewoon de Call of Duty video's, want dat zie je het meest op mijn kanaal. Thanks for watching. Bye, bye.